12 voetbalteams, stralers in hekken, een barbecue, rolmodellen, onderzoekers, gedetineerden en een stralend zonnetje. Zomaar een paar ingrediënten van Eurovoetbal, dat op vrijdag 22 september werd georganiseerd binnen de muren van PI Norgerhaven. Er werd in Norgerhaven niet alleen door de teams uit heel Europa gestreden om de titel, het toernooi stond ook in het teken van succesvolle reïntegratie van gedetineerden en ex-gedetineerden. De organisatie van het toernooi lag in handen van Werk via Sport, onderdeel van DJI. Werk via Sport is een arbeidstoeleidingsprogramma voor gedetineerden. Dat betekent dat gedetineerden tijdens detentie aan de slag kunnen bij een betaald voetbalorganisatie of een amateurvereniging. Daar gaan ze werken, vrijwilligerswerk doen. Na detentie blijven ze daar bezig als vrijwilliger. Maar als men goed functioneert, dan gaat de voetbalclub, vaak is het een voetbalclub, gaat op zoek naar betaald werk via het netwerk van de vereniging. Dus via een businessclub of sponsoren, die zijn altijd aanwezig rond de voetbalvereniging. En vervolgens heb je een win-win situatie, hè? Want vaak blijven die jongens ook hangen bij die vereniging. Waarom? Het is een nieuw sociaal netwerk. Nou, een nieuw sociaal netwerk is voor deze populatie vaak heel belangrijk, want heel vaak komen ze terug in een slecht sociaal netwerk. Nou, een voetbalvereniging is gewoon vaak een warm nest en dat vinden ze fantastisch over het algemeen. Nou, het project loopt nu ongeveer 2,5 jaar. Aan het project hebben we in totaal 176 gedetineerden deelgenomen of namen deel. En op dit moment hebben we 54 successen, waarvan zelfs 35 via een vereniging betaald werk hebben gekregen. Het toernooi was voor de voetballers van de gevangenisteams niet alleen maar een leuk uitje. Dit is echt een beloning voor gedetineerden die in het project zitten of die goed gedrag vertonen. Maar ook gedetineerden die al een tijd vrij zijn en eigenlijk als een soort rolmodel fungeren voor andere jongens die nog in detentie zitten. Dus het is echt de krent in de pap, dit is echt een beloning. Maar de strijd was er in Norgerhaven niet minder om. De organisatie wist een sterk deelnemersveld bijeen te brengen. We zijn met een Mannschaft van de Geschäftsstelle, also Mitarbeiter unserer Direktion, Fanbelange, Mitglieder Sicherheit und haben noch 3 Repräsentanten, also ehemalige Spieler dabei, die uns hier tatkräftig unterstützt haben. Mike Buskens, Martin Max und Thomas Waldoch, die auch alle für Schalke so tätig sind und ja, dat ook gerne gemacht hebben. Life Goals is een landelijke organisatie die sportprogramma's opzet voor mensen uit de maatschappelijke opvang. En dan denk je maatschappelijke opvang, we definiëren het vaak als kwetsbare mensen, dus of dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsverleden. Maar ook tienermoeders zijn bij onze programma's aangesloten, vluchtelingen. Het is eigenlijk heel breed en heel gevarieerd. Voor de andere deelnemers was het voetballen binnen de gevangenismuren een bijzondere ervaring. Er was bovendien lof voor de organisatie. Maar dit is natuurlijk heel speciaal dat zo'n toernooi georganiseerd wordt voor gedetineerden. En perfecte organisatie. En dan doen een gastenteam mee, zoals FC de Rebellen. En dat loopt gesmeerd gewoon. En we hebben fantastisch weer. Wat dat betreft, tot nog toe zeer geslaagde dag. Nou, ik vind het wel indrukwekkend. Zeker als je aankomt rijden en legitimeren, et cetera. Dus het is echt wel... je krijgt wel het gevoel dat het ook echt wel wat voorstelt. En dat doet het natuurlijk ook. Het is niet niks... Maar als je even doorheen bent, dan voelt het ook wel weer rustig. Ja, alleen je mind is nu bij sport. En, ja, je wordt aan herinnerd als je over de goals verder gaat kijken en daar de ramen met tralies ziet. Dan ga je weer beseffen waar je op dit moment rondloopt. Nou, wat ik vooral leuk vind is dat ik naar de gevangenis binnen ga en dat ik straks weer uit kan gaan. Dat is voor mij het allerleukste. Ja, natuurlijk is het altijd leuk om te voetballen, je bent een liefhebber, weet je wel. Maar ja, het is gewoon voor... we zijn maatschappelijk ook betrokken, weet je. En ik werk ook veel met Gerco, werk ik samen. En dan zit ik ook los van de rebellen zit ik in de gevangenissen. En ik word ingehuurd door gemeentes, voor jongeren, maakt niet uit. Dus dit soort dingen, ja, dat ligt mij wel, weet je wel. Ik moet eerlijk zeggen, deze omgeving ken ik natuurlijk heel erg goed, omdat ik op mijn racefietsje regelmatig die weg neem. En dan altijd heel spannend naar binnen kijken en dan de tralies zie, zoals dat hier ook op dit gebouw zo is. Maar dat ik hier ooit een keer binnen zou komen en dan ook nog eens een keer voor een voetbalwedstrijd of voor een toernooitje. Ja, er komen heel veel jongens naar me toe. Hè. We hebben vroeger naar je gekeken en respect en dit en dat. En die vinden het mooi dat ik hier ben. En ja, wat dat er gaat is de kleine moeite. Ja, het is absoluut een bijzonder toernooi en hartstikke blij dat wij daar met het team vanuit de gemeente Noorderveld deel van uit mogen maken. Natuurlijk unieke locatie, unieke omstandigheden, maar perfect georganiseerd, fantastische dag, mooi weer. En ja, het verloopt in een gemoedelijke sfeer en dat is toch ook fantastisch. Er werd niet alleen gevoetbald. De organisatie pakte de kans om James Mapstone van Second Chance meer te laten vertellen over zijn ervaringen in Engeland. So Second Chance is an NGO. We use the power of sport to tackle crime effectively for a number of different programs. I think it's a personal thing in a way. I used to work in a young offenders prison. I was head of a P department, and we used sport as a tool to try and help young men through the gate and not return. And we wanted to kind of build on that. We built a number of partnerships. It attracted funding. We set up an NGO, and since then we've worked in a number of different young offender prisons. We've worked with young adults. We've worked with adults in custody. En through sport we're having a massive impact on the lives of disadvantaged people across the country. Professor Rosie Meek vertelde de aanwezigen, waaronder directieleden en projectleiders, meer over haar onderzoek Sport in Prison. I got interested in it because I was aware of some programs in the UK using football and rugby to engage with young offenders in prison. And I was evaluating the impact of that around how positive sport was being used to motivate people to engage in education, in vocational qualifications, and to prepare for release from custody. There's some powerful findings which I uncovered when I was researching my book around how sport is particularly effective in working with people who have impulsivity disorder, with people who are most disruptive and difficult to engage with. For me, there are still questions to be asked in this whole area of research, particularly around which particular types of sport are most powerful, which ones can have the biggest impact, and for what type of offenders and which types of population they have most effect. Having said that, we know that many initiatives will work with a wide range of prisoners and have really powerful effects. I'm just curious to know where the biggest effects can be found. Jeff Conway from the Bohemian Foundation, een IS-team met ex-gedetineerden, vormt het perfecte voorbeeld van hoe sport kan helpen om op het rechte pad te komen. Grow up in a community where that's kind of the norm, you know. You get involved and it's very hard to stay out of crime. I always played soccer as a kid. It was really good, you know, nearly professional level. Got into a small bit of trouble, and then after a small bit of time I got back playing football in the local community. And I went back to university then. I would have had a decent enough education before, but I went back to university, did a degree in social science, and then did a master's in criminology, and got involved with the Bohemian Foundation then. I'm on the board of the Bohemian Foundation. So what we do, we work in the prison in Dublin, Mountjoy Prison. We run soccer camps for 8 to 12 weeks. We run comedy workshops, art workshops, and we work in the local community as well with elderly people and any disadvantaged group really. Jeff Conway is voor veel jongens op het veld een rolmodel. En zo liepen er wel meer rond in Norgerhaven. Jongens die succesvol buiten bezig zijn, kunnen als voorbeeld dienen voor jongens die in detentie zitten. Heel veel jongens denken ook van dit kan ik niet, of dit gaat me niet lukken. En dit soort rolmodellen laten juist zien van hé, je kunt het wel, maar je moet er wel iets voor doen. Met Glenn Helder onder andere werken wij samen in het project Rebelleren, waarbij we jongeren in detentie opzoeken. Maar ik ben van mening dat niet omdat zij een bekende Nederlander zijn, dat alleen rolmodellen zijn. Het kunnen ook jongens van je binnenuit zijn die het goed doen. I suppose, yeah, we would be role models in terms of, you know, doing well or people look up to you. But we're just trying to give people opportunities, you know, coming to tournaments like this. All the lads have been in prison or wherever, and it's just showing them that there's actually a different life out there. Sport verbroedert, sport zorgt ervoor dat je bij elkaar komt. En ik denk voor de reïntegratie in de samenleving dat sport daarin heel erg belangrijk is, ongeacht welke sport dat dan ook is. Wij doen mee aan het project Sport als reïntegratiemiddel en we hebben de laatste 2 jaar gemerkt dat dat een van de manieren is om mensen op een hele mooie manier terug te brengen naar de samenleving, naar de maatschappij. Hè. Een van onze opdrachten, één is insluiten, de andere is mensen terugbrengen, reïntegreren in de samenleving. En we hebben gemerkt dat middels sport, middels sportclubs, mensen uiteindelijk op een andere manier in hun sociaal leven staan. En ook via sportclubs zelfs vrijwilligerswerk kunnen gaan doen of een andere dagbesteding of zelfs werk na detentie. En dat is wel de beste manier om niet terug te komen bij ons. Eurovoetbal werd gewonnen door de Ierse Bohemian Foundation. Zij versloegen in de finale het thuisteam, de Noorse gevangenheid Norgerhaven, met 1-0. Absolutely fantastic. I can't believe we've come all the way from Ireland and won the tournament. Absolutely. And thank you so much for inviting us. We'll be back next year as champions. We'll defend our trophy. Thank you so much. Thank you. De waardering voor het toernooi is groot. Daar waar de rolmodellen hun voorbeeldfunctie namen, zou Eurovoetbal ook zomaar een voorbeeld kunnen zijn van hoe sport nog beter kan worden ingezet om de reïntegratie van gedetineerden te verbeteren. In terms of prison colleagues, I would encourage them to reach out to community organisations, because there are a lot of sports-based grassroots organisations and professional bodies who are really keen to get into prisons and to do good work there, and often they find there's some resistance. So I would encourage staff in prisons to reach out to community partners, to bring people in, and also to be brave in terms of taking groups of prisoners out into the community. That's a really powerful effect if you can get people out to do placements, to engage in sports and community settings, particularly when you're preparing people for release from prison.